Ze zijn ook camera doof, die twee. Ah, fijn. Kijk eens aan. Dan heb ik eindelijk het zicht wat ik zo nodig heb. En zie dan ook Donnie Hoed. Donnie Hoed naar een derde plek met start om row 11. Donnie Hoed naar een derde plek met start om row 11 op de Energy. En het blijft ook heel mooi dicht bij elkaar. Hè? Dat hele achterveld, dat als een harmonica schuift het in elkaar. En weten natuurlijk ook allemaal dezelfde soort afstanding gewonnen. Dat ze ook aan elkaar gewaagd zijn. We gaan eens zien waar zit Stemerdink op 7, 8. Schoenmakers, 9, Doorn, Senne Rodek. En ook dat soort mannen, zeker Lucas Schoenmakers, maar ook zeker Doorn, horen ver voorin te zitten. Dijkstra heeft inmiddels een paar mannen te pakken. Daar is er eentje naast gegaan. Wie is dat? Dijkstra wederom de snelste tijd. 51-109, hè? Boah, goeiedag. En Donnie Hoed. Donnie Hoed helemaal. Oh, die is verdwenen. Die staat er daarnaast. Hoed staat er daarnaast voor FJ Motorsport. Wat ging die goed, zeg. Die gast. En nu weg. Verdwenen als sneeuw voor de zon. Chris Hane met de snelste tijd. Chris Hane met de snelste tijd. Met 51-0-66. 51-0-66 voor Hane op de eerste plek. Robert Hane op 2. Robert Hane natuurlijk uiteraard voor de punten en ook uiteraard voor het kampioenschap op een tweede plaats te vinden. Hane met een ruime voorsprong op de Haan. 3 seconden. Waar vinden we Dijkstra? Dijkstra inmiddels alweer. Vanaf 21 is hij te vinden op een 11e plaats. Start nummer 53. Still going strong gaat de man. De man voor de Briebeskeukens. Hij keer op keer daar heeft hij weer een plaatsje gewonnen. Wederom op een 10e plaats inmiddels. Je kan niet zeggen dat hij er niets voor doet. En het is Dijkstra die zich toch van wederom van een super goede kant laat zien. Dat hij toch uit het goede hout gesneden is. Ondanks zijn DQ. Wat zeker een grote invloed heeft op je prestaties. En dan zie je hem heel langzaam maar zeker naar voren komen. Ja. Hij is Langenbach voorbij. Komt nu bij Sven Rodenburg. Start nummer 22 aan. En Hane op de eerste plek met 50-6-9-5. Waar vinden we Dani van Dijk op een tweede, derde plek fixen? Dan Lucas Schoenmaker, ja, inmiddels toch al op een 5e plaats, die kleine. Haha, wel heel gaaf hoor. De man met start nummer 3, ook uitkomend voor Hugo Motorsport. Stemerdink, ook wat ik al zei, zijn vader was de meest toonaangevende Mercedes dealer van Nederland. Gaan eens kijken, waar vinden we Koen Doorn. Doorn inmiddels op een 7e plaats. De man vorig jaar Nederlands kampioen bij de Micromaxen.